We gaan ons eerst even voorstellen. Ik ben Luc Arink en ik doe de opleiding tot junior accountmanager op het ROC Twente en ik ben 17 jaar. Ik ben Niels van Beumink, ik ben 16 jaar en ik volg de opleiding mechatronica op het ROC van Twente. Ik ben Stijn Beukers en ik ben ook tweedejaars student bij mechatronica. Ik ben Bo Lichtenberg en ik doe de opleiding medisch biologisch analist op het ROC van Twente. Ik ben Slester de Groot en ik doe de opleiding schoonheidsspecialist en zit nu in het tweede jaar. Nou, in onze opgave. Eerst gaan we wat vertellen over wie wij zijn, over ons logo. Dan gaan we iets vertellen over het onderzoek dat we hebben gedaan. Daarna vertellen we wat over de oplossing. Daarna gaan we iets vertellen over hoe onze app werkt. Zo'n kleine leer. En daarna een conclusie en daarna vragen. Nou, eerst wie zijn wij? Nou, wij zijn Planet Solution. We hebben ons net allemaal voorgesteld. Wij zijn een advies bureau dat Twente Milieu gaat helpen voor een oplossing. En onze slogan is Solutions for You, omdat we een oplossing bieden voor Twente Milieu. Uitleg van het logo. Het logo van Planet Solutions geeft eigenlijk een enig oogopslag waarvoor we staan. De basis van het logo is namelijk de grote U. Want u bent verantwoordelijk voor het scheiden van afval. Het afvalscheiden begint bij u. Ten tweede de groene uitstraling. Dit geeft een link weer naar de natuur. En dat komt ook aan bij het vierde punt. De pijl geeft aan dat er een verbetering zit in het scheiden van afval door u, maar ook een verbetering in het milieu en de natuur. Onderzoek. Eerst zijn we gaan onderzoeken waar nou echt het probleem volgens ons ligt. We hebben gekeken naar hoe de afval gesorteerd wordt door mensen, maar ook hoe het afval zeg maar gecontroleerd wordt door machines en hoe het blik eruit wordt gehaald. En dat hebben we bij heel veel bijeenkomsten natuurlijk gehoord, hoe dat allemaal in gang gaat. Toen zijn we tot conclusie gekomen dat het eigenlijk vooral bij de consumenten het probleem ligt, of dat je daar het beste kan aanpakken, gewoon bij de bron. En we hebben ook enquêtes gemaakt. We hadden eigenlijk al vrij snel een idee over onze oplossing. En we hebben daar eigenlijk de enquête vooral over gemaakt. En als bevestiging zeg maar, van ons idee. Zeg maar. En uit die enquêtes kwam vooral dat jongere mensen wel enthousiast zijn. Want we hebben een app bedacht, daar komt straks meer over. maar dat oudere mensen vooral een beetje, ja, die zijn nooit zo heel enthousiast over apps en over internet en dat soort dingetjes. Maar we hebben... veel oudere mensen vinden het een beetje spannend. Die zijn al bang dat het ingewikkeld is. Dus we hebben daar ook al geconcludeerd dat de app in ieder geval simpel te gebruiken moet zijn. En verder... Ja, dat was eigenlijk wel die enquête ongeveer. Nou, onze oplossing die we hebben bedacht, we hebben dus een app waar straks weer meer over wordt verteld. En deze app hebben we eigenlijk bedacht om meer duidelijkheid te krijgen bij de mensen thuis hoe ze het afval moeten scheiden en in welke containers ze moeten doen. Zoals Twente Milieu aangaf, was er al een app. En we hebben dan bedacht om een aparte app hiervoor te maken of misschien een onderdeel in de app die al bestaat. En daarbij kwam ik net ook op het idee om misschien wat meer reclame te maken over de app. Want ik wist bijvoorbeeld niet dat er een app was en wij hebben die thuis ook niet. Dat mensen meer te weten komen en dat ze die app ook kunnen downloaden. We vroegen ons alleen nog wel af hoe het met de ouderen zou zitten. En uit de enquête bleek ook wel dat die er misschien wat meer moeite mee zouden hebben. Maar die hebben vast ook wel iemand in de buurt die eventueel kan helpen met de app. Nou, hoe werkt ons app nou eigenlijk? We hebben hiervoor een kleine conceptvideo gemaakt, zodat jullie een beetje een beeld krijgen hoe de app er nou precies uit moet zien. En hoe gemakkelijk het te gebruiken is. Is het touchscreen? Nee. Dat is wel balen. Ik weet niet of dit goed gaat. Nee. Ik kan het misschien wel aanklikken. Ik vertel het zo, maar hij speelde af. Ja, als je de app opent, wordt dit scherm gelijk weggegeven. Je kunt dus de barcode van het product gelijk scannen. Dit is een stukje gemakkelijkheid, dat je niet eerst op allerlei knoppen hoeft te drukken voordat je kunt scannen. Maar als je de app opent, kun je gelijk de barcode scannen. En dat komt bij de tweede. Vervolgens, als je de barcode hebt gescand,
komt dit scherm omhoog en kun je dus gelijk zien waar dit in moet en wat jouw scherm ook de kleur waar het in moet. Je kan die video niet op pauze zetten, dat is een beetje jammer. En bij de pagina instellingen, zoals ik net zag, staan dus nog een aantal algemene kopjes, zoals feedback, de instellingen. En dat helpt ook weer de app te verbeteren, wat mensen van de app vinden en wat hun denken dat beter kan. Nou, onze conclusie is, dit zou een goede oplossing en een goedkope oplossing moeten zijn. Want het is eigenlijk, je kan het toepassen in een app of al in de bestaande app. Wat eigenlijk ervoor zorgt dat het kosten best wel laag blijft. Het is niet een materiaal, je hoeft geen materiaalkosten. Het is eigenlijk de ontwikkelingskosten alleen van de app zelf. En je kan bijvoorbeeld, uiteindelijk kan je ervoor zorgen dat hij alleen barcodes, maar ook bijvoorbeeld dat hij het product zelf herkent. Dus dat je helemaal geen barcode meer nodig hebt. En dat je eigenlijk uiteindelijk ook bijvoorbeeld, in plaats van bijvoorbeeld alleen meteen zegt van, goh, daar moet het in. Of dat hij meteen advies geeft van, heeft het product dit? Of heeft het product dit, als hij het niet herkent van, goh, wat is het verschil? Kan hij het zelf zien? En dan als het hierin dit het verschil is, dan moet hij daarin, anders moet hij in die bak. En wij vinden proberen van deze oplossing meer dan waard, want het is een vrij makkelijke oplossing. En het zal niet heel veel kosten aan voor het ontwikkelen van de app. En het maakt eigenlijk het makkelijker met het sorteren, want het zegt meteen van, hey, in deze bak moet het in, het is simpel. En ja, het wordt makkelijker voor de consumenten. Zijn er nog vragen? Nou, wat kost dit dan als ik dit niet wil bestellen? Nee, wij hebben alleen het bedacht. Jullie kunnen natuurlijk ook altijd vragen aan een bepaalde opleiding of het Saxion of de universiteit, want die moeten altijd dat soort dingen ook nog leren. En dan is het nog goedkoper natuurlijk. Dus eigenlijk kun je dat zelf ook een beetje bepalen wat jullie ervoor over hebben. Dus, ja, daar gaan wij verder niet over. Nou ja, dit was eigenlijk natuurlijk gewoon een compliment. Dat het, dit is wel iets waar Bas en ik het al eens over gehad hebben. En ook al wel eens iemand daarover gesproken die daar natuurlijk wel een heel verdienmodel achter had. Dus dat, en eigenlijk toen hadden we nog wel misschien de vraag van, hè, gaan mensen dat ook echt doen? Maar dat hebben jullie natuurlijk onderzocht, hè? Ja, dus mensen wel die moeite willen nemen? Als je de app dus opent, is het heel snel. Je kan gelijk de barcode scannen en er komt het scherm wordt dus de kleur, dat komt zeg maar omhoog geswiped zoals je net zag, welke kleur het wordt. En dan staat er nog in beeld plastic of rest. Er stond ook in de enquête dat ze het wel zouden willen gebruiken als het maar een simpele app is. Want vooral ouderen hebben niet zoveel zin om te gaan zoeken met die kleine lettertjes. Nee. Als het zo groot in beeld is, is het heel duidelijk en zijn mensen wel sneller in staat om het te gebruiken. Ja. En dit is dan echt vanuit het idee dat dus mensen het wel willen afvalscheiden, ja, maar dat ze het dus eigenlijk niet kunnen, dus of lastig vinden. Ja, dat kwam ook uit de enquêtes inderdaad, dat ze het wel graag willen natuurlijk. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon willen, ja, anders ben je het niet. Het is eigenlijk een beetje een tool om het eigenlijk te versimpelen en dan makkelijker te maken, zodat meer mensen denken van, goh, het is toch makkelijk, even telefoon erbij pakken, even snel scannen. Goh, weet ik meteen welke pak het in moet, heb ik het ook goed gedaan. Ja. Nou, laatste nog, leuk dat jullie dat logo uitlegden. Ja. En het verhaal erachter. En dat de U centraal stond. Ja. Ik heb nog een vraag. In een filmpje zie je ook dat de code gekopieerd wordt. Wat kun je met die code dan? Ja, klopt. Dit is nu alleen maar nog een idee. Maar je zou zelf dus een soort van in de app een database kunnen opbouwen van codes. En dat je dus ook een soort van plaatje krijgt van nootjes, een zak met nootjes, maar dat je dan ook, dat er ook een afbeelding bij krijgt. Google heeft ook deze functie, vandaar dat je de code kan kopiëren. Deze zou je ook nog in Google kunnen plakken. Dan krijg je gelijk het product te zien. Dit zou je mogelijk ook nog kunnen koppelen met de app. Dat hij misschien eigenlijk. Dat je Google weergeeft, het zoekmenu van Google in de app. Ja. Maar dat zijn nog dingen waar je naar kan kijken in de toekomst. Ja. Als je dat verder zou uitwerken, de app. Ja. En het voordeel van de app is dat hij snel, simpel en gemakkelijk is, want je kan gelijk scannen. Zouden jullie hem zelf gebruiken? Ja. Ja.
Heb je natuurlijk wel gedaan. Ik heb een beetje een enquête gehouden. Een barcode geeft informatie over een product. Volgens mij niet over de verpakking. Nee, klopt. Nee, dat zou je dus zelf moeten opbouwen, een soort van database. Ja, en al die barcodes bij elkaar. Ja, klopt. En dan zouden dus, mensen bijvoorbeeld als ze iets scannen, bijvoorbeeld een zak nootjes, dan zou je eigenlijk ook een tabel erbij moeten hebben waar je daarin moet. En dan zouden meerdere mensen dat moeten bevestigen. En dat het op een gegeven moment dus in de database komt en dat dat dus zichzelf opbouwt. En dan heb je dus op een gegeven moment heb je dus een hele grote database en een heel groot bereik. Ja. En dan wordt het gelijk weggegeven. Ja. Maar dat is nog wel een punt om naar te kijken. Dan kun je ook kijken van hoeveel mondjes je hebt en hoeveel je hebt. Ja, dat is een even voor de mensen van Twente, wij gebruiken de app thuis ook. Om te kijken wanneer de conteren, welke conteren als daar. Hoeveel gebruikers zijn er in de apps? Is dat bekend? Schrik niet. Ja, was het nou 222.000 nee, of? Nee, ja, we hebben 420.000 inwoners, waarvan ja. Meer dan de helft de app heeft. Okay. En 400.000 inwoners betekent maar 200.000 huishoudens, 218.000 huishoudens. Ja. Dus in feite zou je kunnen zeggen dat ieder huishouden één iemand wel de app heeft. Okay. Ja, en dan inderdaad met name voor die afvalkalender, maar... Ja. 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 En weet u dan ook of ze alle functionaliteiten zeg maar, gebruiken van die app? Nou, dat is wel een punt waar nog meer aandacht aan kan besteed worden. Ja, mensen zien hem toch inderdaad vooral als afvalkalender, dus dat is misschien ook waarom niet iedereen hem herkent als app. Er zit ook wel welk afval waar mogelijkheid in, maar het staat ook wel echt op ons lijstje om nog meer ook richting de pushberichten, dus dat je groepen inwoners kan bereiken en misschien ook juist in dit soort, als je... Heeft dus al een heel goede dekking. Ja, zeker. Ja, goed. Ja, want eerder verstuurden we papieren afvalkalenders en dat doen we naar de echte ouderen, doen we dat nog steeds, maar alleen op aanvraag. Ja. En die aanvragen nemen we ieder jaar af. Ja, op dit jaar weer ietsje minder. Ja, een super handige reminder, zeg maar, hè? Dat je inderdaad de avond van tevoren morgen... Ja, toen we twee weken geleden met die extreme sneeuwval de hele inzameling plat hebben gelegd, toen konden we die afvalkalender aanpassen en hebben we dus, dat is de test op het straatbeeld. Dan zie je gewoon dat de containers op de juiste dag alsnog weer werden aangeboden. Ja. Het bereik is heel, heel goed, ja. Mensen vertrouwen op die app. Ja. Ja. En niet meer op de buren. Eerder stond er meteen op de buren. Oh, daar zou je wel wat straat moeten. Ja, precies. Ja, dat is. Ik zit altijd op de buurt. Ja. De wijze waarop jij net beschrijft hoe de app zou kunnen werken. Ja, want als je deze scanfunctie dus toevoegt, eigenlijk kun je dan wel constateren dat eigenlijk elk huis zo'n app heeft. Omdat dan het gemiddelde is ongeveer, denk ik, 2 of 3 huishoudens. Dan heeft dus waarschijnlijk iedereen heeft die app en dat je dan zo'n scanfunctie erin verwerkt. Bij gelijk, dan weten mensen wanneer die dus aan de straat moet, waarvoor die app dus nu wordt gebruikt. En dan zou je mogelijk de scanfunctie erbij kunnen doen. Ja, maar het zelflerende van die app wat je net beschreef, van als meerdere mensen het plastic hebben gedaan. Ja, het opbouwen van... En bestaat zo'n soort app? Daar hebben we inderdaad een afspraak mee gehad. Oké. Dus, en die werkt precies zoals jij begrijpt. Dus dat is heel goed. Met de database. Met de database die zelflerend is. Er zit een webteam achter die op een gegeven moment bij twijfel over een product dat het webteam aangeeft waar het uiteindelijk bij hoort. Ja, ja, er zit heel veel verschil in en er ontstaan misschien wel dagelijks nieuwe steekscores. Ja. Ja, precies. En mensen die bevestigen dat telkens. En op een gegeven moment, dat bouwt zichzelf op. Ja. En op een gegeven moment heb je een heel groot... En dan zat ik te denken, er was net een groep die het had over belonen van het scheiden van afval. Als je nou iedere keer dat je een nieuw product scant, punten krijgt. Je zou ook nog bijvoorbeeld kunnen bijhouden van hoeveel scant iemand, hoeveel scheidt hij eigenlijk. En dan kan je daaraan kan je bijvoorbeeld ook nog weer een beloning geven aan de hoeveelheid dat je scheidt. Ja, daar maak je een soort game van of zo. Ja, gamification. Ja, zoiets. Nee, dat is mensen in de supermarkt die alles maar scannen om dat punt te gaan. Filmpjes op sturen van hoe creatief je afval weggooit. Wat doet u hier maar ik wil toch wel eventjes iets meer naar het RC van Twente toe trekken. Want Celeste zei net al heel mooi van UT of Saxion. Maar wij binnen onze school natuurlijk ook. Studenten die applicaties bouwen. Ja, of een samenwerking tussen
universiteit en HBO en MBO. Dat is ook wel. Ja, ik denk dat dit een prachtige opdracht is waar studenten wel aan kunnen werken binnen hun projecten die ze toch al moeten doen. Ik denk dat ook wel. Ja, goed bedacht. Ook win. Mooi.